Ik was wel op het kantoor. Hè? Ja. Ja, hij was op zijn kantoor. En hij was niet alleen. Leontien was erbij. Die is zo idioot geweest om al zijn aandeel van Verkammen aan Leontien te geven. In ruil voor haar gunstige getuigenis. Weet het niet, waarschijnlijk. Hè? In ieder geval, ik lig eruit. Ik heb zeer lekkere Poolse vodka. Nee, dank u. Oké. Maar ik moet wel toegeven, Waldik, dat ik mij totaal en volledig in u vergist heb, jong. Nee, Jenny. Jij moet niet excuseren. Vanaf nu, wij gaan alles vergeten. Maar godverdomme, wij vergeten niks. Dat zou jij wel willen, hè, smeergeschijn heiligaard. Maar je zit hier perfect op je plaats, een soort zoekt soort. De pastoor is al even erg als jij. Jij zegt wat? Jij zegt wat. Je moet u niet onnozeler voordoen dan dat je zijt. Maar ja, natuurlijk, jij denkt dat niemand u gezien heeft, maar ik heb u gezien. Natuurlijk, ja, kijk. Hoe kijk? Maar die blijft volhouden zijn, hoe is dat nu mogelijk? Allee, Bonne, vraag het ineens op de man af, zeg. Dat zwanger mens. Is dat uw lief of is dat uw wijf? Thuis. En maar doen of dat je van niks weet. Hypocriet. Vrouwen moeten in watten gelegd worden. Dan heb je nogal kilo's wat nodig met al uw wijven. Vuilentist. Bedrieger. Ik heb genoeg van uw achterbaksgedoe en van uw onnozel uitvluchten. Och, meneer was op zijn tenen getrapt, zijn eer was geraakt. Jenny had hem beledigd en wat jij met ons Rosa flikte noemde, dat? Ik begreep niet, hè. Oh nee, jij verstaat alleen maar wat je wilt verstaan, lelijke leugenaar. Ik heb het over het feit dat jij een kind gemaakt hebt bij een andere vrouw. Uw spelletje is uit, manneke. Dat had je niet gedacht, hè, dat je zo rap door de mand ging vallen. Maar ik had dat van het begin al door, maar ons Rosa, ook arme, die denkt dat ze eindelijk verliefd is geworden op een eerlijke man. En in feite zei jij nog erger dan al haar venten tezamen. Maar Rieke, ik heb mijn lesjes geleerd met de Frank. Mij hebben ze zo rap niet meer liggen. En nu ga jij niet proberen van slachtoffer te spelen, hè, Waldik. Ik wil dat jij cito presto meegaat met mij. Jij gaat bij ons Rosa opbichten wat je achter haar gat allemaal uitspookt. En dat wil ik u van heel mijn leven niet meer zien. Jij weet niet wat jij zegt. Ik weet maar al te goed wat ik zeg. Jij zei het in de smissen afgebold om hier te kunnen foefelen met dat andere wijf. En dan aan die haar een buik te zien is niet de eerste keer dat je ze zei tegengekomen. Oh. Dat is toch niet mogelijk, zoiets? Toch wel. Al zijn aandelen heeft hij aan dat kring gegeven. Ah ja, nu heeft zij het weer voor het zeggen bij Verkammen. Dan heeft Luc toch een heel hoge prijs betaald. Het was dat of in de gevangenis zitten, zeker. Leontien heeft hem mooi liggen. In één slag haar bedrijf terug. En hij eet nog uit haar hand ook. Het ziet er naar uit dat ze zich in een zeer comfortabele positie heeft gemanoeuvreerd. Weet je wat dat kring mij gelapt heeft? Nee. Al mijn spulletjes die op mijn bureau stonden, heeft ze in een kartonnen doos gezet. Klaar om mee te nemen. En het plezier dat ze had toen ze mij vertelde dat ik eruit lag. Had dat kring haar gezicht moeten zien.
Kan je ook eentje? Nee, ik heb vanavond nog consultatie. Als die twee bedriegers denken dat ze van mij af zijn, hè, dan hebben ze het verkeerd voor. Ik heb nog voor 1 miljoen euro aandelen in die zaak. En ben van plan om hen het leven behoorlijk moeilijk te maken. Ze gaan mij leren kennen. Maar nu ik versta waarom jij zijt kwaad. Tuurlijk, jij begrijpt alles verkeerd. Luister, vrouw die jij hebt gezien, is niet vrouw van mij. Zij is gewoon vriendin van mij. Gewoon vriendin van u? Ja. Zit jij met mij aan het lachen of wat? Waarom doe je dan de gordijnen dicht als er is? Maar het is waar. Maar het is alleen maar voor te klappen, zeker. Dan moet je nogal kletteren van die interessante gesprekken. Ja, tuurlijk. Zeg, maar jij durft alles, zeggen jij, hè? Waarom jij gelooft mij nooit? Waarom vertelde jij mij nooit de waarheid? Waarom heeft ons Rosa die schoonmadam van u nog nooit mogen zien? Maar ik heb schoonmadam ook lange tijd niet gezien. Ik heb schoonmadam gezien vroeger in Polen, ja. En nu, zij woont lange tijd in België. En zij is kuisvrouw. Maar jij denkt dat ik debiel ben, hè, gast? Die madame kuisvrouw. Als dat waar is, ben ik prinses Mathilde. Een kuisvrouw met een pelse frak van hier tot ginder. Ik weet niet wat voor een chique auto. Als jij wil dat ik u geloof, zult jij mee iets anders moeten afkomen. Weet je dat? Mama, ik heb zo dikwijls geprobeerd om u te waarschuwen voor Luc Beaumans. Waarom heb je niet naar mij geluisterd? Ach, dat zou geen enkel verschil gemaakt hebben. Nee? Maar natuurlijk niet. Het is door die rechtszaak dat de rollen omgekeerd zijn. Luc had iets nodig van Leontien. Zij was zijn ticket naar de vrijheid. Nee, volgens mij zit er iets meer achter. Nee. Hij heeft zich gewoon vrijgekocht, dat is alles. Op Luc moet je nu niet meer rekenen. In elk geval, heel dat gedoe is achter de rug en nu heb je tijd om te rusten. Rusten? Dat is nergens goed voor. Mama, je bent pas terug uit het ziekenhuis. Nee, ik voel mij heel goed, perfect. Het enige wat ik moet doen is zorgen dat ik die tweede afbetaling op tijd doe. En als dat gebeurt, dus dan speel ik weer mee. Ik vertel waarheid. Jij bent gewoon een geboren leugenaar, Waldeck. En onze Rosa wou mij niet geloven. Maar ik zal Rosa nooit bedriegen. Oh, het kan me niet meer schelen wat jij allemaal zegt. Jij brabbelt de een leugen naar de ander. Maar je gaat er deze keer niet zo gemakkelijk van afkomen. Als onze Rosa deze allemaal hoort. Nee. Mag niet gebeuren. Wie gaat er mij tegenhouden? Ik ga tegenhouden. Ik wil Rosa alles vertellen zelf. Ja, ik wil vertellen aan Rosa dat ik ben tegengekomen, oude vriendin. In uw bed? Nee, niet in bed. Nee, want ik zal nooit doen. Ik zal nu alles vertellen. Uw leugens gaan niet meer pakken, jong. Jij speelt met ons Rosa haar voeten en daar ga jij voor boeten. En laat me nu door, want ik kan uw leugenachtige kop niet meer zien. Kom aan! Verdomme. Gedaan, mijn kuisen, madame. Uw minnaar wacht al. Spoed u maar. Of hij begint met de meid van de pastoor. Tien mee. Waarom? Rosa, ik moet Rosa dringend spreken. Beata, Rosa gaat alles te weten komen over. Je snapt toch wel hoe belangrijk het is dat ik die afbetaling kan doen? Ja, ik kan daarin komen, ja. Dus ik kan op u rekenen. Op mij? Maar je vond toch zelf al dat er al te veel familiekapitaal verloren is gegaan? Ja, dat is waar. Maar... En dat ik mij niet mocht moeien. Ik weet het, maar de kaarten liggen nu wel enigszins anders. Hè? Volgens mij kun je alleen nog meer geld verliezen. Nee. Het is niet omdat ik nu met mijn rug tegen de muur sta dat alles verloren is. Hè? Nee. Ik heb alleen een geldschieter nodig. Voor eventjes. Voor eventjes. Ja, want lang gaat dat niet duren. Zo gauw als mijn cheque in Italië gedeblokkeerd is, is het oké. Dat is toch niet zeker? Maar dat is wel zeker. Dat is zo zeker als 2 en 2 4 is. Het is gewoon een kwestie van tijd. En dan vlieg ik erin als nooit tevoren.
Ja, maar je hebt wel eerst mijn geld nodig. Zeg, je gaat je moeder toch niet in de steek laten? Ja, ik weet niet of het verstandig is om nog meer familiekapitaal te riskeren. Ja, maar je moet, je hebt geen keuze. Als ik nu niet betaal, dan ben ik alles kwijt. Maar als je wel betaalt, ben ik mijn deel misschien ook kwijt. Voilà, die stopt wel. Dan braaf ventje, hè. Zeker, dat is een aardige vader. Zo gemakkelijk word jij anders niet om naar bed te gaan, hè? Dat was altijd een heel spel. Zeg, hoe was het vandaag op de bureau? Ja. Simon, zegt jij eens. Goed, heel goed eigenlijk. Heel veel telefoon en er is nog een pak werk bijgekomen, hè, Frank. Als dat zo blijft duren, binnen een paar maanden, hè, moeten we volk bij aanpakken. Allee. Dat valt tegen, hè? Pessimisten in de kist. Maar wanneer, hè? Dat doe ik zo graag. Ja. Van de morgen worden jij nog thans pessimist, hè? Roseke, die wou zelfs nog wat komen helpen. Mm-hmm. Dat meen je niet. Maar toch wel. Jij denkt zeker dat we de Parijs zelden verkopen in plaats van loodgieterij? Nee. Het komt er niet op aan wat dat je verkoopt, maar dat je verkoopt. En jij denkt dat je dat gaat kunnen? Ja, ik kan dat. Allee, een goed gedacht is veel waard. En we willen alleen maar een handje komen helpen. Mook, je mag geen zorgen over ons. Wij komen er wel. Maar het zal nog niet. Leontien Verkemmen, die hebben wij niet meer nodig. Simon, die kan het even goed. Wat, hè? Beter nog zelfs. Nee. Ik ben eigenlijk blij dat we er vanaf zijn. En dat we dat hebben doorgedreven, Simon. Die sanitechniek, dat we dat hebben doorgedreven. Goedenavond. Ik hoop dat we niet storen. Ik ben Zuid-Afrika. Ja, als mama zou wel heel graag hebben dat je komt, hè. Wat moet je daar gaan doen? Maar hetzelfde als hier, gewoon naar school gaan. En... Nee, echt waar, dat is daar heel tof. Die hebben daar een villa met een zwembad. Oh, dat is niet slecht. En dat voor een onderduikadres. Maar ja, alleen, die wonen daar niet officieel, maar... Het is niet dat die constant op de vlucht zijn of zo. En wat gaat jij doen? Hoe wil je zeggen? Ja, als ik naar Zuid-Afrika ga, gaat jij dan mee? Ja, ik had gedacht van hier nog even te blijven. Zo. Allee, een maand of drie. Tot onze Juri kan meekomen. Dus het is allemaal al geregeld en aan mij hebt u niks gevraagd, merci. Maar nee, is niet waar. Ons mama dacht dat dat het beste was. Wel, dan heb ik een verrassing. Zolang dat jij en Juri hier blijft, blijf ik hier ook. Mama moet maar wachten. Is ons Rosa in de buurt? Deze is juist aan het afruimen. Gelukkig. Ja, aan uw gezicht te zien is het duidelijk niet zo goed afgelopen, hè? Oh, jammer. Die gast, dat is een echte ramp. Frank in kwadraat. Nou, wat is er gebeurd misschien? Wel, eerst ging hem een onschuldige uit, tot ik hem zei dat ik hem gezien had met die Del. Weet je met wat voor een stom excuus dat hem afkwam? Nee. Het was zo gezegd, allee, het is zo gezegd, een Poolse vriendin die hem al een hele tijd niet gezien heeft. Ze werkt hier al jaren als kuisvrouw, zegt hem. Ja, zou toch kunnen? Maar nee, je kon zo zien dat hij met uit zijn duim zoog, kuisvrouw. Het eerste waar hem kon opkomen, ja, kuisvrouw. Maar verschieten dat hem deed, verschieten. Toen ik hem zei dat ik hem bezig gezien had, hij verschieten. Ik denk dat die gast naar België is gekomen om bij dat mens te kunnen zijn. Arme Rosa. Als je het maar weet. Smeerlap. Oh. Ik denk dat jij godverdomme dat je zei. Dat je zomaar komt binnenvallen. Come on, jong. Bol het af. Jij verpest de lucht hier. Come on. Frank, luister nou eens even wat er ook te zeggen. Hè. Frank, ik verstaan dat je ons liever niet ziet, maar laat Luc tenminste het een en het ander uitleggen. Dat kan niet, dat die niet uit te leggen heeft wat ik wil horen. Nee, dat kan niet. Nee, maar ik wil dat wel horen. Oh, zeg maar, jongen. Door. Bedankt. Bedankt, moeder. Ik besef dat zeer goed, dat je allemaal heel erg kwaad bent op mij. In het omgekeerde geval zou dat ook zo zijn. Maar ik kan alleen maar zeggen, Frank, dat het mij vreselijk spijt. En dat ik er alles zou willen aan doen om dat ongedaan te maken. Allee. Hoort dat af? Precies een missionaris. Als ik hem niet zo goed moest kennen, ik zou het nog geloven ook. Ik meen wat ik zeg, Frank. Ja. Ik ook. En ik zeg dat jij staat te liegen dat je zwart ziet. Ik kan alleen maar heel eerlijk herhalen. Dat het mij vreselijk spijt. Nee. Het enige wat jij spijt van hebt, dat is dat Simon haar geheugen heeft teruggekregen. Ja. En mocht dat je weg zijn of ik slag u een accident? Nee, Frank. En dat ik het wil goedmaken. Dat gaat niet meer.
Dat gewoon niet meer. Er is te veel gebeurd, dat gewoon niet meer. Of je zou er ter plekke moeten doodvallen, dan wel, joh. Frank, zie je nu niet dat Luc dat meent? Oh, als die ruzies eens konden gedaan zijn door even te luisteren en eens na te denken. Moe, hoe is dat nu toch mogelijk dat je dat allemaal gelooft? Dat is allemaal gemakkelijk gezegd, hè. Ik heb er spijt van, maar wat zit er toch godverdomme mee vooruit? Ja, daarom ben ik hier juist, Frank. En om dat te bewijzen, dat het mij vreselijk spijt, dan wil ik u iets geven. Iets dat misschien de miserie van de laatste tijd een klein beetje kan compenseren. Je krijgt mijn Lexus. En hij heeft niet gezegd hoe ze heette of zo? Danny. Gewoon een oude vriendin die hier kuist. Dat is al. En als je dat niet gelooft, dan maakt hem u iets anders wijs. Dat zou natuurlijk nog altijd kunnen, hè, Jenny. Och, Dreke, jij kunt toch soms nogal uit de noek komen. Hè? Je zou weer zo terug induwen. Maar denk nu toch eens na. Het is een chique madame met heel duur kleren en een sportcar. Als ze dat met kuisen verdiend heeft, wil ik haar post direct overpakken. Ja, misschien is ze daar echt maar één keer geweest. Hè? Nee. Toen ik er wegging, kwam ze er weer al aan. Oh. Wat ga je nu doen? Ga je het daar zeggen? Ik kan moeilijk anders, hè. Ik heb hem wel gezegd dat hij het zelf kon komen uitleggen. Hè? Maar wat gaat hem maar misschien weer al allemaal wijsmaken? Ja, dat is waar. Oh, ik vraag mij alleen af hoe ik het moet aan boord leggen. Jenny, ik zou haar gewoon zeggen wat je gezien hebt. De korte pijn. Ja, maar dat wou ik haar juist besparen. Dat kind gaat ontgoocheld zijn. Wat een ellende. Nou, even rust. Hey. Hij zit terug. En wat heeft Waldek gezegd? Komt dan. Zeg, Smurfje, ik vind u gozen. Toen zij in de tijd vertrok naar Zuid-Afrika zonder u, dan waren ze razend. En nu ineens gaat onder tafel kruipen. Dat was toen anders. Hoe dan? Gewoon, ik bleef hier helemaal alleen achter met Jori. En ik wou bij u en mijn mama zijn. Maar ik ben het nu zo gewoon en jij bent terug, dus blijf ik hier. Maar je gaat het kinder ook rap gewoon worden. Maar ik ken daar niemand en al mijn vrienden wonen hier. Ja. Maar je gaat kinder ook rap vrienden maken, echt waar. Nou, jij wilt toch ook niet direct terug naar je vrienden daar, hè? Nee, maar dat is anders. En daarbij, ik ga terug. Met Jori. Ja. En dan wacht ik gewoon om te vertrekken tot jullie ook meegaan. Of aan Sabine. Ja, zeg, ik heb niet gevraagd om te verhuizen. Hè. Ik vind het hier goed, dus ik blijf hier. Nou, als mama gaat daar niet mee kunnen lachen, hè. Ze heeft uw ticket al besteld, hè? Echt? Maar ja, maar Sabine, echt waar, die rekent daarop om u terug te zien. Als die nu nog maanden moet wachten op u, dan breekt haar hart. Allee, kom aan, Jenny, vertel eens. Hoe moet ik eraan beginnen? Hebt u geëxcuseerd bij de Waldek? Niet echt. Enfin, Jenny, alsjeblieft, zeg, hoe lang zit ik hier nu al te wachten? Rosetje, je moet niet meer wachten. Toch niet op de Waldek. Wat heb je nu weer gezegd? Ik heb niks gezegd. Hij zal niet meer durven komen. Vergeet hem al gauw, dat is het beste. Dat gaat wel niet pakken. Dat is niet altijd hetzelfde met u. Wat is het? Kun jij niet verdragen dat ik ook iemand heb of zo? Zeg, kalmeer dies. Het is niet wat je gezegd hebt, het is wat je gezien hebt. Wat heb je dan gezien? Ik heb hem betrapt met een andere vrouw. Ja, je hebt me goed gehoord. Hij hokt daar in die pastorie samen met een ander. En dan is ze nog... Ja, ik zeg het niet graag. Ze is ook zwanger. Och, jongen, steek die sleutel toch weg alsjeblieft. Of ik steek hem ergens waar dat de zon nooit schijnt. Allee, Frank, dat is toch een schoon gest van Luc? Een schoon gest? Hoe is dat nu toch mogelijk? Dat smerelapje, dat kon hier even Simon verkrachten en hem het goed te maken, geeft hem zijn auto af. Maar hoe geloof jij nog eens in de klas, zeker? Frank, Luc wil gewoon iets doen om zijn stommiteit goed te maken. Gelijk dat ik mijn aandelen in Sanitechniek aan Simon heb gegeven. Natuurlijk kan dat niet goed maken wat ik haar heb aangedaan. Maar nu is het bedrijf tenminste van u twee. En hebben de kans om er iets van te maken. En Luc vond dat hij ook iets moest doen? Het enige dat die people moet doen, dat is ver uit mijn geburen blijven. En zo rap mogelijk, of ter plekke doodvallen natuurlijk. Dat is ook niet slecht. Frank, alsjeblieft, is uw broer. Zoiets zegt het toch niet? Frank, ik weet dat je die in een auto graag zou hebben. Mooi jongen toch.
Nog in geen 100 jaar. Het gedacht alleen al dat ik weet dat jij er maanden en maanden met je gat hebt opgezeten op die voorzetel. Nee. Kom, mocht dat je weg zijn binnen de 3 seconden, jij en die slet daar ook. Frank, die auto is het enige dat Luc nog heeft. Oh, goddekes. Moeten we er nog kompassen mee hebben ook? Dat is anders geen redelijke auto, hè. Allee, als je hem zelf niet wilt meer rijden, dan kun je hem nog altijd verkopen. Ja, ik zou ook nog graag met zo'n Lexus rijden. Als dan blijft. Oeh, Frank heeft gelijk. Dat krapul hier, dat komt de zuiver geweten kopen en dat kan niet. Godverdomme, je hebt alle twee iets heel smerigs gedaan. Ah. En je zult er moeten leren mee leven. Voilà. Maar ja, jullie twee kennende zullen er niet veel last van hebben, hè, van dat geweten. Als je al weet wat dat geweten is, natuurlijk. Hij wil het nu alstublieft afbollen, want er is iets op tv dat ik wil zien. Ah. Heb je dat gehoord? Heb je het gehoord wat ze gezegd heeft? Kruip terug onder uw steen. Ja. En als je in het vervolg nog iets te zeggen hebt, dan bel je gewoon. Om de voordeur, gelijk alle vreemde mensen. In een paar maanden gaat het spijt hebben dat je die auto niet hebt aangenomen. Nog in geen 100 jaar. Als er een beetje tijd over gegaan is, dan bezit je dat helemaal anders. En dan gaat het toe beklagen. Maar ja, dan is het te laat. Als ik niet per se met een Lexus wil rijden, moe, dan zal ik er een kopen. Dan zal ik er van gewoon werken. Gelijk Jan en alle man, gelijk alle eerlijke mensen. Maar zo Luc is toch ook een eerlijke mens? Allee, hij probeert dat tenminste, dat is toch duidelijk? En zo'n auto, dat zou toch makkelijk zijn voor ons allemaal om eens boodschappen mee te doen of eens mee naar de zee te rijden of zo. Naar de zee. Voor mijn part redden we mee in het kanaal met zijn Lexus. Gelooft je mij als ik u zeg dat ik u deze had willen besparen? Toen ik er wegging, kwam ze er weer al aan. Ze zit nu bij hem op zijn kamer. En dat is een kuisvrouw. Ja, dat zegt hem, ja. Maar dat is belangen geen kuisvrouw. Die heeft in heel haar leven nog geen vod in haar handen gehad. Daar durf ik mijn kop op verwidden. Wat doet ze daar dan? Je mag eens 2 keer raden. Rosetje, die is voor haar verhuisd. Ja. Die wou zijn handen vrij hebben, jong. Alleen stelde voor dat die slet naar hier gekomen was. Het is toch niet te geloven? Hè? Nee, het is niet te geloven. Het is zo precies of ze draaien de klok terug. Ik zag de Frank bezig. Eerst zo lang mogelijk ontkennen. En als je hem dan met zijn neus op de feiten duwt, liegen en nog maar eens liegen. Dat is de Frank, genie. Rosatje de Waldek is juist hetzelfde, je zult het zien. Hij heeft nu een tijdje om erover na te denken. En wel straks komt hij met een prachtig verhaaltje af. Maar ik zou er niet naar luisteren als ik van u was. Nee, hij heeft genoeg met je voeten gespeeld nu. De smeerlap. Vorke, nu moet jij 3 keer raden wat ik gevonden heb naast de frigo. Zeker. Het is nog veel te vroeg om spelletjes te spelen. Ik ben echt niet in stemming. Koekoe. Nou, dat is een sleutel en dan. Ah, en weet wat erop staat? Lexus. Oh mon dieu, c'est pas vrai. Dat heeft Lucky gisteravond achtergelaten. Dus, het zal toch niet... Oh, dat is niet waar. Florke, Lucky heeft zijn auto hier laten staan. Die Lexus is van ons. Oh, is dat... Oh god, Frank. Ga je straks ook naar de fotostudio? Zeker, hè? Moet iemand centjes verdienen. Er is nu toch geld, hè? Van uw zuster. Als goed voor 2 maanden, dan is dat op. Dat terug rondgaan met de klak. En weet ze het al? Dat jij en Isabel... Waarom zou ik dat zeggen? Ik weet ook niet wat zij heeft gedaan in Zuid-Afrika. Jurike, als jij van plan bent om daar te blijven werken, dan zou ik toch maar eens gaan babbelen met Eva's, hè? Zou ze nu? Nee. Wat voor een reactie gaat dat niet geven bij haar, hè? En als ze er zelf achter komt, wat voor reactie gaat dat geven, denkt ze? Marie heeft gelijk. Zeg, manneke, schillen kunnen stukjes zagen, net terwijl de mens aan het ontbijten is. Voort. Ik eet verder aan, Dunif. Dag, Bomma. Dag, Bom. Krijg een Bomma en Bompa dan een kusje. Jongens, toch? Dit is toch ongelooflijk? Ik kan niks verkeerd horen zeggen over zijn vriendinneke. Amai. Dat gaat als je verliefd bent. Dat is Jurie lief.